Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En inderdaad, ik heb heel kort haar. Ik heb mijn haar afgelopen weekend geknipt en het is echt heel kort. Het was echt mega dood, dus het moest gebeuren. Dus dat is iets nieuws wat jullie hier op YouTube nog niet gezien hadden. En ik vond ook deze toffe sweater in mijn verhuisdozen. Ik ben natuurlijk in het verleden gesponsord door Trust en toen hadden ze mij deze trui opgestuurd. En, oh, ik heb mijn make-up nog niet goed zitten. Oh shit. Good enough. En die kwam ik nu tegen in mijn verhuisdozen. En recentelijk zijn Trust en ik weer samengekomen. Dus ik vond het wel leuk om deze trui aan te trekken. Aangezien ik vandaag een leuke video voor jullie heb. Op dit moment zit ik op mijn mooie Trust Gaming Chair. Maar er is een nieuwe uitgekomen en perfect voor de feestdagen. Hij is namelijk goud, jongens. Hij is goud. Oh mijn god. Wat leuk. Nee, ik vind hem echt... Ze stuurde me een berichtje. Hey Mattia, wil je deze misschien hebben? En toen zag ik dat hij helemaal goud was met gouden stiksels en helemaal goud geborduurd. En niet obvious dat hij compleet goud is. Hij is gewoon zwart met een gouden tint. Of een gouden touch moet ik eigenlijk zeggen. En ja, dat is wel zo vet. Ja, sorry, ik vind het echt heel vet. Dus ik zei, ja, die wil ik. En toen kreeg ik hem eigenlijk heel snel opgestuurd. En hij is nu binnen. En binnenkort is die dus ook, misschien nu wel, als je deze video kijkt, is die exclusief verkrijgbaar op bol.com. Het linkje staat in de beschrijving. En ik heb het hier over de Trust Gaming Resto Pro, geloof ik. Als ik het goed heb, is de stoel waar ik nu op zit de Trust Gaming Pro. Of de Resto. De Trust Gaming Resto. En de stoel die ik vandaag ga in elkaar zetten, waar ik inmiddels echt super goed in ben geworden. No weird flex, maar ik denk dat ik het binnen een half uur in elkaar had gezet. Dat is de Resto Pro. Dus die is ook, ja, het is deze. Maar ik vind hem niet op deze lijken eigenlijk. Hij is veel massiever, veel groter. Maar voordat ik over daar in de details ga, gaan we hem eerst even in elkaar zetten. Thank you.
Het haar. Ik moet echt wennen aan het haar. Nou, de stoel staat in elkaar. Dat was even een cheeky little timelap. Ik had niet gelogen. Hij was echt snel in elkaar. Ik heb niet helemaal het boekje gevolgd. Want ik vond het handiger om de rugleuning al op de stoel te zetten. Op het zitgedeelte. Voordat ik het had vastdraaien. Want dan kon ik het veel makkelijker vastdraaien. Nou, dat is gelukt. laat ik deze even aan de kant zetten en de nieuwe pakken. Tada! Oh, deze zit echt zo lekker. Oh, nu voel ik pas het verschil. Nu ik op deze zit. Ik ga ze dus eventjes langs elkaar zetten zo. Een shot. En dan neem ik jullie even mee wat het verschil is tussen deze twee stoelen. Ik vind deze dus echt veel robuuster. Hij is veel groter. Dus ook voor grotere mensen is het echt een stuk handiger of beter om op te zitten. Dat was bij de Resto wel eens een aanmerking van ik ben eigenlijk te groot voor deze stoel of te zwaar. Ik heb hem op zijn breedst gezet met de leuningen op breed. En daardoor kan ik altijd lekker een kussentje ernaast leggen of een dekentje op mijn stoel. En ik vind dat heel lekker. Maar stel nou dat jij heel groot bent. Dan kun je dat kussentje natuurlijk weglaten. En is er nog steeds genoeg ruimte in deze chair? Het verschil tussen mijn andere stoel en deze stoel is ook dat deze een lederen zitvlak heeft. Maar er zitten wel allemaal gaatjes in, dus het is wel luchtig. Het is leren zitvlak, maar er zit suède aan de randen, wat ik echt heel chic vind. En uiteraard het gouden logo. Ja, ik vind het echt prachtig stoel. Ik ben zo blij om deze te hebben. Ik vind hem veel minder kinderlijk overkomen. Weet je wel, ik had natuurlijk die Resto in het grijs, wat al niet zo kinderlijk is. Maar het is echt een stuk minder kinderlijk dan rood of blauw. Maar goud, dan ben je echt wel een king of queen hoor. Als je gewoon een gouden stoel hebt. Dus ja, dit is echt gewoon een prachtig exemplaar. Voor de feestdagen kun je meteen hem goed inluiden. Natuurlijk in de barre tijden waar we nu... Oh, kom je ook even hier zitten? In de barre tijden waar we nu in zitten is het gewoon heel veel mensen die thuis zitten. Misschien game je wat meer, want je mag gewoon minder naar buiten leuke dingen doen buitenshuis. Dus ja, er wordt veel gegrepen naar een pc om lekker te gamen. En dat begrijp ik heel goed. En misschien moet je zelfs thuis werken. Ik vind, ja, het is gewoon super belangrijk dat je een goede stoel hebt. En ja, ik kan deze heel erg aanraden. Ik vind hem heel erg lekker zitten. Echt, ja, dit moet je echt proberen. Want het is gewoon lekker aan mijn billen. Het is lekker zacht, lekker comfortabel. Het is zacht, maar het is nog wel stevig, snap je? Je hebt ook gamestoelen, die zijn ook zacht. Maar die bieden dan helemaal geen... Bekeken door mijn buurvrouw. Kun je het zien? Er zijn ook andere stoelen die zacht zijn, maar die bieden dan geen stevigheid. Of geen, ja, dit, niet een, ja, dat zit dan even lekker, maar je moet ook een beetje een stevige stoel hebben, zodat je er lang op kan zitten. En dat vind ik wel een goede combo van deze stoel. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik zou zeggen, check mijn linkje in de beschrijving. Uiteraard heb ik deze stoel gekregen van Trust, maar dat wisten jullie denk ik wel. Mocht je vragen hebben over de stoel, laat ze weten in de comments en ik zal ze zo snel mogelijk beantwoorden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Geef het een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat een comment achter of een vraag, maakt niet uit. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie gauw bij een nieuwe video. Doeg!